Nou, welkom. Ik ga iets lekkers maken weer. Voor bij de koffie, amandelkoekjes. En ik heb er eigenlijk maar 6 ingrediënten voor nodig. Het is echt heel eenvoudig. Ik heb ervoor nodig eiwit. Ik heb ervoor nodig suiker. Amandelvlokken. Amandelmeel. Wat normale bloem. En wat boter. Voor de exacte hoeveelheden kijk even naar het recept. En dat is het. Ik ga hier straks iets heel lekkers van maken. Wat je doet, eiwit, dat klopje, dat luchtig. En bij eiwit heb ik een lekkere grote garde genomen, staat lekker snel. Dan doe ik de suiker bij. Doe ik lekker boter bij. Eigenlijk alle ingrediënten behalve de amandelslippers, want die bewaar je voor het laatst. Zo. En hier maak ik lekker een brei van, zodat het al een smeuïge pasta wordt. Zo. Het laatste gedeelte doe ik lekker met een koollepel. Nou, het mengsel, het heeft zo'n consistentie gekregen. Probeer ervoor te zorgen dat er niet al te grote klontjes in zitten. Als er een klein beetje klontjes in zitten, dat is helemaal niet erg. Want er komen straks ook amandelvlokken overheen. Dus dat, ja, dat hoef je eigenlijk helemaal niet. En wat ik nu ga doen, is dit mengsel smeer ik in een bakplaat, op een bakplaat moet ik zeggen. En probeer het zo dun mogelijk uit te smeren. Want hoe dunner je het uitsmeert, hoe krokanter je koekjes straks worden. En als je dit hebt uitgesmeerd, dan doe je de amandelvlok eroverheen. En dan kan je het in een voorverwarmde oven, echt let op, maximaal 10 minuten totdat ze goudgeelbruin gebakken zijn. Kan je ze lekker op 170 graden, 175 graden laten bakken. Ik heb dus een heel dun laagje van mijn beslag heb ik op bakpapier gedaan. En ik besprenkel het geheel nu met de amandelvlokken, snippers. En zoals ik er straks al zei, 10 minuten in de voorverwarmde oven, 175, 180 graden, totdat ze goudbruin zijn. En dan is het smullen geblazen. Dit is het geworden, amandelkoekjes. Nou, deze zijn dus ontzettend lekker, gewoon voor bij de koffie. En wat je er eigenlijk ook mee kan doen, is dat wanneer je een lekker dessert hebt, dat je op je dessert eigenlijk dit erbij kunt doen als extra, als garnering. Nou, alsjeblieft, straks voorbij de koffie, allemaal koekjes.